Dag Matteo, 5-0. IJsdag is wat minder. Ja, IJsdag is wat minder. Dat zijn we niet gewend de laatste weken. Maar ik denk dat het terecht is dat we hier komen verliezen. We waren vandaag niet scherp genoeg. De goals die we tegenkrijgen zijn gewoon individuele fouten die niet mogen gebeuren. We komen te laat in de duels. We spelen ons eigen spel niet, dus het is terecht dat we hier verliezen. Ja. En waar ging het dan mis volgens jou? Ja, zoals ik zei, het is de focus die niet vanaf het begin van de wedstrijd aanwezig is. We waren niet scherp genoeg, we verloren onze duels, we kwamen te laat. Balbezit was veel te slordig om aanspraak te kunnen maken op de winst. Dus, Nou, ik denk eigenlijk al aan het begin van de wedstrijd. De eerste minuut komen we al weg. Had het al 1-0 achter kunnen staan. Door de opbouw die wij wilden verzorgen, niet goed en een beetje slordig was. Tenminste, zo stevig op het netvlies. Dan komen we er goed weg. En daarna komen we wel redelijk in balans van de wedstrijd en komen we wel meer in ons eigen doen. Alleen ja, er zijn wel twee momenten weer geweest in de opbouw waar we slordig zijn geweest. En daar we dan 1-0 en 2-0 achter komen. En ja, daarna was het wel waar we niet meer bij wachten om de wedstrijd te doen aan te kantelen. Heeft natuurlijk ook te maken met tegenstander Eindhoven. Maar goed, ik denk dat dat al de twee momenten zijn geweest waar de wedstrijd gelopen is. Hoe wil je dat anders gaan doen volgende wedstrijd? Ik denk dat we gewoon veel scherper moeten zijn en vertrouwen hebben dat het wel kan. We hadden vandaag ook geen vertrouwen op het veld. Dus je moet gewoon in jezelf geloven en gewoon lekker het balletje laten gaan zoals we de voorbije weken hebben gedaan. Dus dat moeten we gewoon terug oppakken naar volgende week thuis tegen Jong Ajax. We hebben een plan en een bepaalde visie en een manier van spelen. Nou ja, daar is hier dit één onderdeel van. Dat heeft ook ons heel veel opgebracht. Tegen ADO, tegen NAC, tegen Heracles. Nou ja, we gaan niet heel veel anders doen. Reflecteer je eigenlijk op de eerste weken van het seizoen? Ja, prima. Ik denk dat we de punten halen tegen de toppers van de KKD. Waar niemand gehoopt, allee, toch niemand verwacht had dat wij daar punten zouden tegen rapen. Dus ik denk dat we dat prima doen. Alleen nu moet je ook de lijnen verder zetten tegen de tegenstanders die er nu aankomen. Dus dan mag je niet met 5-0 de boot in gaan. Wat zijn de doelstellingen voor MVV dit seizoen? Nou ja, we hebben eerst gewoon een duidelijke speelwijze. En die zijn we nu aan het ontwikkelen. En proberen daar resultaten aan te koppelen. En dan zien we aan het einde van het seizoen wel waar we eindigen. Maar we moeten in ieder geval beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het 16e. Dus we willen dat betreft wel gaan verbeteren. Maar in ieder geval hebben we ook weer een herkenbaar speelstijl krijgen. Wat ook weer de club, de mensen rondom de club in Maastricht weer mee kunnen identificeren. En zijn eigen een voelen. Waardoor we weer een binding krijgen met iedereen. Dus dat is eigenlijk wel de grootste doelstelling die we gezamenlijk hebben neergelegd. Wanneer is het seizoen voor jou geslaagd? Het seizoen is voor mij geslaagd als wij toch ja, de play-offs halen. Ik denk dat we dat moeten ambiëren met deze groep. Dat hebben we laten zien dat we kunnen voetballen, dat we tegen de toppers punten kunnen nemen. Dus we moeten gewoon blijven spelen, blijven erin geloven en die play-offplek halen. Keep